knobbel had. Nee. Femke, ik ga het toch bijna zeggen. Wat is het? Jullie hebben vanavond een diner, dus de zaak is vol. Ja. En we gaan veganistisch eten, maar in het thema van nou ja, plantaardig van Femke. Ja. Ja, toch? Hoe is dit? Maar hoe en wat? Hoe zit dit? Femke, vertel eens. Want het is, jij bent hiermee begonnen, toch? Ja, ik vond het heel erg leuk om inderdaad op een speciale manier iets aan te kleden en mensen te laten zien dat je ook... zeker met mijn materialen anders kan decoreren. En dat wilde ik voor wat groter publiek neerzetten. En daar zocht ik iemand bij die daar mooi bij aan zou sluiten. En dat het eigenlijk iets zou zijn wat niet iedereen zo zou verwachten. En Italiaans. Dat verwachten mensen niet, dat dat ook echt helemaal veganistisch zou kunnen. Nee, want ik heb hier inderdaad wel eens gegeten. En je hebt in principe van vis tot vlees. Hè? Je hebt de Sardijnse keuken. En, ja, klopt. En veel kaas, hè. Veel kaas. Ja. Maar hoe is dat met de Sardijnse keuken? Staan jullie bekend ook om de groene, of de veganistische dingen? Hebben jullie veel? We staan niet specifiek bekend voor, maar we eten wel gezond. Dus we eten ook heel veel groenten, ja. Ja, ja. Ja. En daarom kunnen we ook onder jou worden. Ja, precies. Daar hebben we het laatst over gehad, hè? Zeeland, het Sardinië van Nederland, hè? Dat was het. En maar, kijk, dit filmpje doe ik toch als de mensen al hebben gegeten. Wat gaan jullie nu vanavond dan bijvoorbeeld serveren? Heb je een paar voorbeelden van... Fantastische dingen heeft ze gemaakt. Ja? Het zijn 10 gangen. En super opbouwend, helemaal joepie met van... Fantastische. Gisterenochtend mocht ik een beetje proeven en toen kreeg ik lekker bleekselderij met bruine rum bijvoorbeeld. Bleekselderij met bruine rum, dat klinkt heel bijzonder. Ja, shortje zijn dat. Ja, ja, ja. En rode biet met wodka. Ja, dat klinkt wel heel apart. Dat, ja, dat is echt super. Dat is de amuse, hè? Ja. En, maar ja, de zwarte kikkererwten natuurlijk. Oh, die zijn super lekker. Dat is ook iets wat eigenlijk niet echt veel zit in de... Je mag er ook helemaal doorheen, hè? Je zit maar als het dan geserveerd wordt, werk jij vanavond dan ook mee of loop jij alleen rond? Of hoe werkt dat? Want jij hebt natuurlijk wel horeca-ervaring. Je bent een soort allrounder die helemaal in de planten is gestrand. Nou, dat is van origine uiteraard mijn beroep, inderdaad. Maar ik mag meelopen, maar ik mag ook mee eten. Dus dat, af en toe ga je zitten en af en toe loop je een bordje mee? Ja. Vond het ook gewoon een gezellige avond hier zo? Ja, we willen er vooral enorm van genieten. En dan ben ik ook zo benieuwd, misschien is dat te privé, maar of ik moet vanavond even komen. Maar wie zijn de mensen die hebben gereserveerd? Zijn dat nou echte culinaire liefhebbers? Zijn het plantliefhebbers of zijn het gewoon middelburgers die zeggen van... Combinatie. We komen gewoon een combinatie van alles. Het is wel echt een combinatie. Het zijn wel mensen die gereserveerd hebben zonder dat ze wisten wat ze eigenlijk kwamen doen. Omdat ze zoiets hadden van, ja, dat is super tof en we laten ons verrassen. Maar ook mensen die speciaal voor sale komen of speciaal komen voor de planten. Of, Het is in ieder geval super bijzonder. Het ziet er ook heel mooi uit, vind ik. En ik begreep ook nog, en dat zei je toen ik er net binnenkwam, dit wil je jaarlijks gaan doen. En dat wil je steeds in een ander restaurant. En dat doe je het ook elke keer met een andere aankleding. Ja, ja. Want zit hier ook nog een link naar Sardinië in of is dit... Dat niet, het is... Nee. Nee, het is puur gewoon... Plantaardig. Plantaardig. Ja, jij hangt overal gewoon. Hoe zeg je dat nou in het plat Italiaans? Andra tutto bene. Oké, kijk. Hey, maar wat zijn jullie allemaal aan het maken, mensen? Want het wordt een 10-gangen diner. Juist, we gaan bloemen van artisjok serveren. Dat ziet er wel heel mooi uit. Volledig plantaardig. Ja. Het is compleet maken. Dus dan ga je proeven en dit en dat. Maar, je bent er wel eventjes mee zoet geweest. Het is niet dat je zo van zondag naar ook gaan kijken. We zijn gisteren met z'n tweeën om half negen begonnen. En we waren om later 9 uur klaar. Ja. Toen voelde je jezelf een beetje plant. Toen vind ik het bijna op de bar in slaap. Dus, Je best gedaan. Nou, maar het ziet er allemaal prachtig uit. En volgens mij komt het helemaal goed vanavond. Dus ik wens jullie heel veel plezier en succes. En, dankjewel. Bij de volgende sessie kom ik ook met mijn meisje. Ja. Bij deze. Ja. Hey, hoi.